Pascal, de laatste wedstrijd staat alweer op het programma dit weekend. De thuiswedstrijd tegen Heracles. Um, hoe is dat? is dat? Is dat raar dat het seizoen alweer bijna voorbij is? Nou raar is het niet. Aan ieder seizoen uh, komt een einde. Mm -hmm. Dus uh, ook in dit geval. Um, ja, de laatste. In ieder geval blij dat we thuis spelen. Dus dan kunnen we in ons eigen stadion afsluiten en dan, ja, dan gaan we richting de vakantie. Ja, maar het is gewoon een vreemd seizoen natuurlijk, vooral door corona en alles. Ja, dat gebeurd. met name, ja, ja. dat zeg je goed. Ja. Ja. Wat, wat, wat blijf jou dan bij als je terugdenkt aan een seizoen vooral zonder publiek? Nou, dat met name. Dat maar wat, je, wat komt er dan naar boven? Ja, dat je het niet kunt delen met je, met je fans, mm -hmm. uh, lief en leed kunt delen. We hebben natuurlijk een, een apart seizoen gehad. Uh, in de winter, waarin de club helaas afscheid moest nemen van arne mm -hmm. je komt zelf aan het roer te staan. We moeten ons oprichten, we moesten beter gaan presteren. Nou, een aantal dreunen gehad, uit Europa gegaan, maar vervolgens ja, ons opgericht en opgeklommen tot plek 3, waar we nu zijn geëindigd en ja. Nu de laatste wedstrijd nog. Ja, je hebt het over een dreun. Uh, dat denk ik natuurlijk ook aan de wedstrijd van gisteravond. 0-0 in en tegen Groningen. Ja. Uh, nu de dag erna. Uh, um, hoe hard is die dreun nog? Ja, extreem zuur. Uh, je wil gewoon tot en met de laatste wedstrijd meestrijden om plek 2. Dat was ons streven. Dat was ons doel. Ja, gisteren is daar eigenlijk ook weer een streep doorheen gegaan. Uh, nu moet je je oprichten en zorgen dat je het seizoen nog goed afsluit. Maar we hadden liever tot de laatste speeldag uh, meegedaan uh, om plek twee nog. Ja, maar hoe sta je dan nu hier? Ja, toch wel met een uh, vervelend gevoel. Uh, vooral ook omdat je uh, ja, gisteren uh, eigenlijk niet helemaal in topdoen bent geweest. Je hebt mm -hmm. weinig afgedwongen, weinig kansen weten te creëren. Ja, wat je dan wel ziet, ook als ik gisteravond thuis kom en die wedstrijd nakijk, is uh, dat we tegen Groningen hebben gespeeld, of tegen een Groningen hebben gespeeld, wat gewoon stug is. Mm -hmm. Eén uh, wedstrijd uh, verloren uh, van de top 6 in het eigen stadion. Dus je weet dat je gewoon een hele zware wedstrijd gaat spelen. Ja, dan moet je top zijn. En dan moet je zorgen dat je in ieder geval iets meer commitment toont om, uh, om een goal te willen maken. Binnen dat kwartier hebben we daar een goede kans voor gehad. Dan was de wedstrijd misschien toch ook wel wat meer open geweest. Nu hadden we ja, weinig ruimtes en we hebben zelf te weinig afgedwongen. Ja, je zegt commitment om een goal te maken. Gisteren sprak je ook van de absolute wil om te scoren. Ja. Dat lijkt me toch heel vervelend om dat als trainer te constateren. Ja, dat is het ook. Alleen die wedstrijden zitten er ook tussen. Uh, we hebben wel wat mogelijkheden gehad, maar niet veel. En dan kan uh, het benutten van één van die kansen... ...kan natuurlijk die hele wedstrijd weer openbreken. Alleen daar moet je dus wel voortdurend naar op zoek gaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, dat heb ik gisteren eigenlijk te weinig gezien. Ja. Als buitenstaander zou ik dan heel snel zeggen... Dat, ...dat is toch een mentaliteitskwestie? De absolute wil om te willen scoren. Nee, dat denk ik niet. Uh, kijk, niet iedere wedstrijd is hetzelfde. Uh, maar goed... Desalniettemin heb je te maken met, uh, met dit soort wedstrijden mm -hmm. en dan is het ook zaak dat je wel je, je kansen blijft benutten, hoe schaars ze dan ook mogen zijn. Dus dat je daar ook echt op uit bent. Nou, en dat is hetgene wat gisteren helaas dan wat minder is geweest. Ja. Hoe is dat zoals vanochtend? Want iedereen komt bij uh, op de club aan. Uh, je ziet de spelers, hoe, hoe gaat dat dan? Want ja, je hebt dan nog één wedstrijd te gaan die eigenlijk, ja, er staat, er staat eigenlijk bijna niks op het spel. Nou, dat ben ik niet met je eens. Er nee, staat snap ik, een, maar staat ik bedoel, genoeg op het spel, hè? Laat ik dat duidelijk maken. Ja, ik snap, ik snap dat je die wedstrijd wil winnen. Jullie zijn topsporters, maar het is natuurlijk anders als je uh, voor plek 2 echt nog te, uh, speelde. Maar hoe, hoe gaat zo'n moment zoals vanochtend, als je dan op de club aankomt? Nou, ja. nogmaals, ik wil wel benadrukken dat het wel ergens om gaat. Uh, die wedstrijd is natuurlijk niet uh, dat we zeggen, nou, we zingen het seizoen dan wel even uit. Mm -hmm. We willen die wedstrijd gewoon winnen, omdat we goed willen afsluiten. En uh, ja, iedereen komt natuurlijk toch met een vervelend gevoel binnen. Omdat het moment dat je nog tweede kunt worden. is gewoon gisteren eigenlijk verkeken. Dus daar, uh, daar baal je van. Mm -hmm. En dat zie ik ook bij onze jongens, zie ik dat ook, uh, dat ze daarvan balen. Alleen ja, we gaan ons de komende twee dagen weer maximaal voorbereiden. op een, uh, op een goede wedstrijd tegen Herakles. En uh, zorgen dat we daar weer beter voor de dag komen. Ja, want uh, maximaal voorbereiden, willen winnen. Maar wat, wat verwacht je dan concreet zondag van jouw spelers? Nou, dat je inderdaad gewoon alles in staat uh, brengt om, om die wedstrijd te willen winnen. Uh, eigenlijk ook zoals we onze jongens ook geregeld hebben gezien op het veld. Uh, sowieso altijd vanuit de intenties die we hebben. Maar goed, je hebt ook te maken met een tegenstander. En gisteren is ook gebleken dat een tegenstander het ons ook moeilijk kan maken. Dat blijkt vanuit de resultaten die ze thuis hebben geboekt. Uh, hoe moeilijk Groningen ook uh, dit jaar weer te verslaan is. Ja, daar zullen we toch een antwoord op moeten vinden. Mm -hmm. En uh, Herakles is een nieuwe wedstrijd met nieuwe kansen en daar gaan we ons maximaal voor inspannen om te zorgen dat we een goed resultaat uh, pakken.